Welkom bij het instructiefilmpje voor de Fantastical. Dit is hem. Een hele leuke call met verschillende patroondelen en verschillende overgangetjes van de ene naar de andere kleur. En omdat dit jaar de adventskalender allemaal verschillende kleurtjes had per persoon, dacht ik, daar moet ook een patroon bij komen wat allemaal verschillende accessoires oplevert. Dus het worden wel, nou ja, hè, als je ervoor kiest om het patroon te gebruiken van de Fantastical, dan maak je dus wel een call. Maar door de kleurtjes en door het gebruik van de dobbelsteen worden ze wel allemaal anders. Ik leg in het boekje uit, hè, dat als je eenmaal van start ben, dat je de dobbelsteen rolt en dat je het bijbehorende patroontje voor de overgang zoekt en dat breidt en dat je dan weer rolt en het bijbehorende patroontje voor het patroonblok opzoekt wat erbij hoort. En zo ga je je hele sjaal breien en krijg je dus een uniek item. Voor het opzetten van de tijdelijke opzet heb je garen nodig. Je breinaald. Ik gebruik zo'n korte naald dat alle steken er in één keer oppassen en dat ik niet met Magic Loop hoef te werken. Het is een keuze. Ik heb een naald die daar geschikt voor is. Als je dat niet hebt, dan kun je gewoon met Magic Loop werken of met vier naalden. En je hebt een haaknaald nodig. Dit is het garen wat alleen voor mijn tijdelijke opzet is. Mijn provisional cast on. Ik maak aan het uiteinde een knoopje, gewoon een knoop, die ik niet eens zozeer kan zien, maar wel kan voelen. En dan maak ik een klein stukje verder een schuifknoop. En ik maak een korte ketting van een paar lossen. We doen dit trouwens op verfdag. Mijn excuses voor de staat van mijn handen. Ik had het op een andere dag gedaan en toen was ik niet tevreden over het filmpje. Maar nou ja, nu moet het opnieuw op verfdag en dat is een beetje jammerlijk. Ik leg mijn breinaald naast de haaknaald neer en ik hou het uiteinde eventjes beide naalden in mijn hand, zodat ik wel met het garen van mijn bol ga werken. Het garen komt van achteren. Dat komt naar voren toe langs de breinaald, over beide naalden heen naar achteren. En dan maak je hier één steekje. Nu heb je één steek op je breinaald. Je gaat er weer met je garen omheen. En je haakt weer een keer. Garen eromheen. En weer haken. En niet de andere kant op gaan werken. Ik denk dat het wel kan. Maar je gaat van, als de draad van achteren komt, naar links, over je breinaald, over je haaknaald heen. En je stopt even om een steek te haken. Jullie gaan dit 108 keer doen. Ik doe er even een stuk of 20. En als ik de steken opgezet heb, kom ik even bij jullie terug. Ik heb er 20 opgezet. En jullie 108 als het goed is. En nu sluit ik weer eventjes af met een paar lossen. Zo. Dan knip ik mijn garen af. En ik trek hem er gewoon zo doorheen. Nu heb je de steken voor je tijdelijke opzet op de naald staan. En nu kies je een kleurtje. Ik pak even deze groene. En je breidt alle steken van de naald. Je breidt ze gewoon allemaal recht.
En als je dat gedaan hebt, dan is het tijd om in het rond te gaan breien. Dus om de cirkel te sluiten. Dat kan ik niet doen met maar 20 steken. Ik ga eventjes een klein lapje breien om jullie straks te laten zien hoe je eindigt met je kool. Want dan haal je dus dit contrastgaren haal je uit. Je zet de steken die daaruit overblijven, die zet je op een tweede breinaald en dan maas je hem aan elkaar. Dat is voor later zorg. Voor nu gaan jullie lekker met de dobbelsteen rollen, de juiste overgangspatroontjes en de juiste patroonblokken breien. Totdat je dus uiteindelijk je hele sjaal gebreid hebt en alle strengetjes, alle kleurtjes erin hebt gebreid. Heel veel plezier daarmee. Ik heb overigens van de patroonblokken en van de overgangen geen filmpjes gemaakt. Het zijn allemaal hele erge basissteken. Maar als je nou ergens niet uitkomt, mag je me altijd mailen, hè? Want dan ga ik je helpen. Want ik wil heel graag dat iedereen straks een mooie sjaal naar wens heeft. Succes!